Superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben echt, echt heel erg zenuwachtig, maar heel erg benieuwd. Want hier hebben we een hele mooie doos. Oh ja, zo. Daar hebben we twee camera's, we beginnen professioneler te worden. Hierin zit iets heel gaafs, namelijk een soort van mijn eigen camera. Hier zit een GoPro in. En mag ik hem unboxen? Nou, dan gaan we dat maar doen. Ik moet hem wel in beeld houden. Ik weet niet zo heel goed hoe dit moet. Maar we gaan het gewoon proberen. Tot één. Tadadada. Dan de zijkant er nog af. Nou, soepeltjes. Nu de andere kant nog. Ik kan het hier zien, misschien dat het dan beter gaat. Nee. Tot één. Pam, pam, pam. Ik ben echt heel benieuwd. Oh. Waarom is GoPro zo goed in alles schermen? Gaan we alles er één voor één uithalen. De standaard. Iets voor op, bij de auto. De GoPro zelf. Het extra scherpje volgens mij. Zo. Pam, pam, pam. We hebben hier alle dingetjes. Dan gaan we beginnen met de GoPro zelf. Ik denk dat deze dat is. Oh, er zit ook een soort hoes omheen. Ook wel erg fijn. Dan kan die goed geprotect blijven. Hop, hop, hop. Dan zit er nog een soort kaartachtig iets omheen. Kaartachtig iets, nee, een soort meer bescherming. Dan gaan we proberen om hem heel lief open te maken of niet. Nee, dat kan niet. Nou, dan doen we het zo. Boekjes. Oh, ik ben echt heel erg benieuwd. Er zat hier heel mooi GoPro op. Hij is heel gaaf. Dan hebben we hier een vasthoudstick. Die kan je zo vloggen. Dan de GoPro. Hij is wel heel klein, maar toch een soort... Ik kan de lipjes zo optrekken, daar hou ik altijd heel erg van. Dan de laatste. Dan is hier de GoPro. We hebben hier allemaal onderdeeltjes. Ik heb geen idee wat waarbij hoort. Nou, ik kan dit even weer opzij leggen. Dan hebben we hier nog een klemmetje. Waar die op kan. Oh, is wel handig. Dan kan je hem vastmaken. Je hebt aan de onderkant van de GoPro heb je twee schuifjes. Die doe je zo naar elkaar toe. Dan pakken we de rechtopstaande. En dan is die zo erin, zo Frans. Dan doen we die erin schroeven. Zo. En dan kan die, als het goed is, hierop. We hebben hier een mooi briefje. Hier heb ik gezien dat het ook anders kan. Je hebt hier, dat ga ik nu even hier laten zien. Heb je een soort rubbertje. Nou, die kan je dus zo
open doen. En dat heb je bij deze ook. Dus dan doe je dat rubbertje omhoog. En dan kan je hem er zo inschuiven. En dan het rubbertje weer omlaag. Tada! En dan heb je het. Dan hebben we er nog in zitten twee accu'tjes. Ook wel heel erg belangrijk. Oh, en er zit hier ook nog een kabeltje in. Om hem te kunnen opladen. Dan moet hij hier ergens in kunnen. Maar, oh ja, het moet aan de zijkant. Dat moet ik ook kunnen maken. Er staat dat ik hem aan de onderkant moet openmaken. Tada! En dan kan de batterij erin. Zo. Plop! Je hebt hier ook nog het kaartje in kwijt. Ik voel me vandaag zo slim. We have the card. En we stopt de kaart erin. Dan drukken we het kaartje in. En dan zit hij er mooi in. Then we close de deur. Want dan moet natuurlijk wel waterdicht zijn. Oeh! Dan moeten we even een taal aanklikken. Engels, Deutsch, Espanjole. Zullen we hem gewoon op het Engels zetten? English. Yes, we can. Goed English. Of die onze locatie mag. Dat doen we ook om. Install de GoPro. Ja. Are you sure? Yeah. We hebben ook nog erbij besteld een lichtje. Een extra schermpje. De media mod. Dus ook nog een mooie microfoon erbij. En nog een iets dat je... Dat je hem kan plakken op de auto. Waardoor we ook in de auto kunnen filmen. We beginnen met een media mod. Daar gaan we die even mooi openmaken. Want nu krijgen we dan een microfoontje erbij. Want dan kunnen jullie ons extra goed horen. Kijk, hoe ziet het hier uit. En dan doe ik die even heel voorzichtig openmaken. Tadaa. Een bescherming voor omheen. En ook nog dit dat er zo op kan. Zo. Oh, dat is wel heel gaaf. Kijk dan hoe schattig. Dan zit er ook nog, zit er weer een schroefje bij. En een standaard dingetje. Weer met een mooi rubbertje. Dat is de media mod als het goed is. Dan zit hier nog een gebruiksaanwijzing bij. Die hou ik er voor zekerheid nog even bij. Dan gaan we verder met de light mod. Dan doen we die even mooi openmaken. Er zit weer een heel mooi lipje waar ik aan kan trekken. En weer gebruiksaanwijzingjes. We hebben hier een heel mooi wit dingetje. Dan de light dinges. Leidt echt mijn woorden. Tada! Oh, kijk hoe leuk! Licht. En licht. Ik vind het leuk. Dan hebben we hier een kabeltje. Dan moeten we dit denk ik zo hier opzetten. Oh, kijk. Dat moet zo. Tada! Die kan dan... Hier of hier? Nee, hier. Ja, ik heb hem. Dan zit hier aan de zijkant, stond er, dat je dit hier iets in moest of zo. Je moet heel dat knepje van de GoPro afhalen, oké. Okay. Tada, en dan kan je hem er zo in stoppen. Dan klik je hem vervolgens weer dicht. Tadaa. Hij ziet er nog steeds gaver uit te zien. Dan het lichtje erop. Ga even kijken. Hier aan de zijkant zit een clipje. Oh, die ging wel heel makkelijk. En dan hebben we deze.
die openmaken. En dan kan je hem hierin opladen. En dan kan je deze er zo bovenop doen. Tadaa! Oh, hij gaat er steeds leuker uit te zien. Kan je ook deze er nog op doen. Nou, kijk wat leuk! Dan hebben we nog een van de laatste. Nee, dit is de laatste mod. Knip die even open. En de boekjes, dat we weer kunnen kijken wat we moeten doen. Dan hebben we hier het extra schermpje. Oeh, die zit helemaal mooi in een verpakking. Verpakking in een hoesje. Wat is dit? Bij GoPro maken ze alles zo dusdanig stevig dat mijn vader alles moet openmaken. Maar tappen dat dan. Hier het schermpje die hier bovenop komt. Oeh. Dan doen we eerst even het lampje verwijderen. Ik begin het steeds professioneler te doen. Zo. Ja, het gaat al steeds soepeler. Dan hebben we hier het schermpje. Oh, daar zit weer zo'n dingetje op. Oh. Magie. Dan doen we deze er ook op. Oh, hoe zit dit dan? Oh, hij moet aan de zon. Het is niet vast stevig. Dan had ik gezien op YouTube. Haha, haha. YouTube kijken helpt. Dat hij dan zo moet. Oh, ging dat nou ook weer? Oh ja, zo. Dan kan nog het lichtje aan zijn zijkant. Volle camera zo. Ik zie me wel zo lopen hoor. Oh, hij kan ook nog verder. Oh, hij gaat steeds verder. Aha. Oh, en hij knippert. Oh, wat cool. Gaan we weer even uit doen. Maakt wel heel veel geluid. En dan kan dit als het goed is ook nog zo naar de achterkant. Dan hebben we de laatste kit. En ik hoop dat ik hier alles wel zelf open krijg. Tadaa! Dan hebben we hier de zuignap. Tadaa! Nou, hè. We hebben hier dan de zuignap zo. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik ben super erg blij met de camera. Ik ga hier met alle plezier mee filmen. En dan zie ik jullie heel graag zaterdag weer bij een nieuwe video.